precies, wat als het anders loopt namelijk? Bijvoorbeeld bij dementie, want in 2040, dat is over minder dan 20 jaar al, is er een verdubbeling van het aantal mensen met de diagnose dementie. Daar heb ik nieuwe gasten hier aan tafel. Marina, je bent case manager dementie. Ria, je bent vrijwilliger van vrijwilligersorganisatie De Brug. En Marije Bronnenberg, je bent mantelzorger van je moeder die getroffen is door dementie. Je moeder is er niet bij vandaag. Zou dat te veel voor haar zijn, een omgeving als deze, met een studio, met lampen en lichten en camera's? Ja, dat zou heel lastig zijn. Ze heeft goede dagen, dan zou het wel kunnen, maar je kan er niet van op aan. Dus ik zou te veel vragen krijgen. Het zou te ingewikkeld worden om haar nu mee te nemen. Ja, zit daar meteen dan de crux dat je moet zorgen dat je juist niet te veel vragen hebt en voor een deel het leven heel regelmatig moet verlopen? Ja, het moet eigenlijk voorspelbaar, heel veel structuur, vaste dingen. Ja, mijn moeder die woont nog in haar eigen huis waar ze al meer dan 50 jaar woont. Dus zij functioneert volledig op routine. Zoals het altijd heeft gedaan. Alles staat op dezelfde plek. Ze is opgegroeid op een boerderij. En daar waren kippen. En nu hebben wij ook kippen. Die kippen zijn bijna haar kinderen. Activeren haar enorm. Dat soort dingen. Maar ze functioneert eigenlijk helemaal op routine. En heeft heel veel structuur nodig. Dat is heel erg mooi. Nu ben je niet zomaar mantelzorger, zoals iedereen dat is. Je hebt zelfs echt voor een hele intensieve mantelzorg gekozen. Ja, dat klopt. Ja, ik wist ook niet waar ik aan begon. Maar 5 jaar geleden was mijn vader... ging het ook niet goed mee en dreigden ze allebei naar verpleeghuis te moeten. En dat wilden ze allebei niet. En ik ben daar eigenlijk ingesprongen met het idee van... als ik dit niet doe, krijg ik hier spijt van. Ik wist niet waar ik aan begon, zoals de meeste mantelzorgers, denk ik. Want het wordt uiteindelijk veel zwaarder dan je ooit kan bedenken. Ja. Ik hoef maar afgelopen nacht te noemen. Ik ben om 1 uur eruit geweest. En ik ben om 4 uur vanochtend eruit geweest. Om 4 uur vanochtend wilden ze gaan opstaan en gaan ontbijten. Mm. En dat heeft me een kwartier gekost om haar weer terug in bed te krijgen. Yeah. Ja, gelukkig zijn niet alle nachten zo, want dan zou ik het ook niet volhouden. Ja, we zien de foto voorbij komen. Oh ja, leuk. Dus je moeder, is er dan toch een beetje bij, gelukkig als vandaag. Je zegt wel nogal wat natuurlijk, want je bent eigenlijk bij je moeder gaan inwonen. Ja. Daarmee zet je ook voor een deel je eigen leven, als ik het nu vrij vertaal, ook opzij. Om je moeder te kunnen helpen, om haar leven te kunnen blijven invullen, zo goed als dat kan. Ja, dat is klopt. Dat is ook een opoffering. Ja, is het zeker. Maar... Ja, ik heb er eigenlijk tot nu toe geen spijt van. Ik weet ook, dit duurt niet eeuwig. Er komt hier een einde van. Yeah. Ik vind het ook heel mooi, ook toen mijn vader nog leefde... om gewoon dat laatste moment van hun leven mee te maken... en nog, voor zover het kan, leuke dingen met hun te doen. Ik bedoel, dit zijn mensen die hebben na de oorlog het land opgebouwd... en 6 kinderen grootgebracht. Ja, ik... Voor jou is het normaal? Ja, misschien wel. Misschien ja, wel. Ik vraag me ook af en toe af van hoe kan dat? Waar ben ik mee bezig? Ja, waar ben ik mee bezig? Maar hoe zit ik in elkaar? Maar misschien ook, ik heb 11 jaar op de Antillen gewoond. En dan zie je toch andere familiestructuren dat ook invloed heeft. Ja. Ik weet het niet. Maar, dat zou kunnen. Ja. En hoe ver sta je er alleen voor? En welke professionele zorg heb je? Want juist in dementie, ik zal zo meteen met Marina wat meer over praten... heb je natuurlijk ook een case manager. Werk jij ook met een case manager die je ook begeleidt in het proces van je moeder? Ja, de case manager is eigenlijk vanaf het begin betrokken. Via de huisarts. De voorganger van Marina heeft destijds al geholpen met het regelen van de zorg... Want wij werken met een PGB en dat was behoorlijk ingewikkeld. En ik heb toen heel veel steun gehad in het begin ook aan de case manager. En verder de zorg. Het is samen met de vrijwilliger. Op de vrijdag is een andere zorgverlener. Ik heb voor de weekend andere zorgverleners. Natuurlijk ook nog familie die inspringt. En mijn dochter... zoals nu bijvoorbeeld, is de poetshulp daar.
En mijn dochter heeft online onderwijs. En ja, je moet het elke keer maar... Het hele netwerk is ingezet bij jullie. Ja, ja. Wat ook al heel bijzonder is. Dat is wel een hele unieke situatie. Dat is een unieke situatie, hè? Dit komen wij gewoon eigenlijk niet tegen. Nee, het is niet zo dat wij die mensen gaan oproepen... u moet nu met z'n allen uw baan opzeggen en bij uw moeder gaan inwonen. Dat hoeft ook weer niet meteen. Het is wel een heel mooi voorbeeld. Het is wel heel mooi, want ja, je merkt wel wat je zelf... Wij spraken ook net met elkaar van... Goh, eigenlijk gaat het al heel lang dat mijn moeder zo stabiel blijft... en dat het zo lang goed gaat. En ik denk dat zeker een factor daarin is dat zij die continuïteit heeft. Stabiliteit. Zij woont al jaren in datzelfde huis, in dezelfde omgeving... haarzelfde mensen om zich heen, haar dochter, haar kleindochter... Die zijn daar heel vertrouwd. Dat maakt voor iemand met dementie het wel veel makkelijker om te kunnen blijven handelen zoals ze altijd gehandeld hebben. Ja. In jouw rol als case manager ben je enerzijds bezig met het monitoren van de patiënt, in dit geval moeder. Tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat het ook belangrijk is om de mantelzorger te monitoren. Ja, dat ze niet overbelast raakt. En dat is zeker in deze casus ook een hele... Een hele ingewikkelde. Ja, want je wil natuurlijk dat mevrouw zo lang mogelijk zelfstandig blijft... haar dingen kan blijven doen. Maar dat kan ook alleen maar doordat Marij blijft staan... en doordat zij haar dingen ook kan blijven doen. Ja. Dus het is wel ook heel belangrijk dat haar balans goed is. Dat ze dit voor haar moeder kan betekenen. Ja, dat kan ook alleen als zij genoeg energie daarvoor heeft. En dus ook nog genoeg andere dingen daaromheen heeft. Vandaar dat ook de rest van het netwerk ook belangrijk is. Dat er vrijwilligers zijn, dat er momenten zijn... waar zij ook even tijd voor zichzelf, voor haar dochter kan nemen. Ja. En dat is best wel even zoeken naar de juiste mogelijkheden daarvoor. Ja. Zijn er momenten ook dat je dan ook als case manager moet zeggen... Okay, hoe mooi en hoe goed je dat maar doet. Hier zit een grens aan en die grens is langzaam bereikt. Die bespreken wij zeker, ja. Het is de regel als wij elkaar zien dat eigenlijk altijd wel even de thermometer erin gezet wordt van waar staan we nu? Ja. En is dit nog te doen? En waar wil je naartoe? Waar ligt bij jou de grens? En ik denk dat die eigenlijk in de loop van de jaren ook wel best wel een stukje geschoven is. Zeker. Bij jou. Ja. Nou, ik ben daar heel blij mee dat zij gewoon van een afstandje meekijkt en mij wijst op dingen, want zelf zit je er middenin. En zie je het eigenlijk niet meer. Ja. En dan is het heel fijn als zo iemand professioneel betrokken is. En je van je afstand bekijkt en je op dingen wijst. Ja. Ja. Ria, je bent vrijwilliger bij die vrijwilligersorganisatie De Brug. Al eens even voor mensen die niet weten, wat is die vrijwilligersorganisatie De Brug? De organisatie van De Brug is een thuissituatie. En dat gaat van de hele westelijke Mijnstreek. En wij worden dus ingezet niet eerder als wij cursussen hebben gehad en begeleid. Het is heel erg fijn van De Brug. En dan kunnen wij op pad gaan bij deze mensen. En wij hebben dan op een gegeven moment 2 cliënten. 1 week heb ik de ene en de andere week de andere. Dus jullie zijn gekwalificeerde vrijwilligers, als we het dan noemen. En als je zegt, ik ga dan de ene week bij de ene cliënt, de andere week bij de andere cliënt. Ja. Ben je dan, tussen aanhalingstekens, de vervanger voor een mantelzorger? Zeker zoals weten. Marij dat is? Zeker weten, want als ik al inkom, dan zie ik al de glimlach van de mantelzorger. Ja. En ook van de cliënt. Ja. En dan... en het is ook verschillend natuurlijk van de mensen, hè, want je hebt daar degradaties in. Nou, dus mevrouw die ik nou heb, die is dus al 4 jaar zo, maar dat blijft constant staan. Ja. Maar je hebt ook andere patiënten of cliënten die dus nog in het beginstadium zijn, wat heel heftig is. En dan is het echt werken, want dan zijn ze nog, accepteren is het allemaal niet. Hè. En dan is er wat verzet. Oh ja, zeker. Ja. Zeker weten. En hoe ga je daar dan mee om uiteindelijk? Want je bent tot de vrijwilliger, weliswaar gekwalificeerd. Maar het zijn toch, kan ik me voorstellen, soms pittige situaties waar je mee te maken hebt. Zeker weten, want als je dan komt, dan moet je het mensen natuurlijk als mens zien. Niet als object, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. En het vertrouwen, een luisterend oor, heel belangrijk. Ja. En ze zijn dan, ze willen dan van alles die nog een beetje... He, dan willen ze eens naar het graf gaan van de man. Of ze willen een foto bekijken. Zelf doe ik ook met hun zingen. Omdat ik in het zanker zit. Dat vind ik heel erg leuk. Ja. En dan, dan als ik dan zo'n 2 uur daar ben geweest. Dan zitten ze aan de raam te zwaaien. En dan denk ik, ja, daar doe je het voor. Daar doe je het voor. Want dat is natuurlijk de vraag, waarom doe je het? Hoe ben je daar ooit betrokken geraakt? Ja, dat is... ik doe al eigenlijk mijn hele leven vrijwilligerswerk. In het bejaardenhuis als gastvrouw, als
mee gaan rapporteren naar het ziekenhuis voor mensen die chemo hebben. Bij Pergamijn werk ik nog, dus ik kan een hele hoop opnoemen. Ja. En ik dacht, dit vind ik ook leuk. Ik heb eigenlijk altijd een zwak voor oudere mensen gehad. Ja. En dan, dit wil ik ook meemaken. Mooi. Dus ik heb ook terminale hulp aan huis gedaan. Dat is ook heftig trouwens, natuurlijk. Ja, ja, dat is heftig, maar een mens sterft zoals je is. Is die eenvoudig dan? Maar heeft die status en is ze dus tot die zegt, dan blijf je strijden en dan is het heel moeilijk. Hmm. Maar hoe eenvoudig de mensen zijn, hoe mooier werken. Maar ben je daar ook mee bezig met de eindigheid van het leven van je moeder? En bereid je je daarop voor op een of andere manier? Ja, zeker. Ja, het is toch met dementie zo dat je eigenlijk elke keer een beetje afscheid neemt van je moeder zoals ze was. Ja. En dat is beetje bij beetje. Als iemand gewoon overlijdt, begint dan de rouwverwerking. Maar ja, voor mijn gevoel is die rouwverwerking al jaren bezig eigenlijk. En hoe pijnlijk dat soms ook is. Want ja, je moeder wordt toch heel anders. Je verliest daar eigenlijk gaandeweg al een beetje. Als jij nou straks thuis komt bij je moeder, noem ik even thuiskomen. En dan vraagt ze dan misschien nog wel waar ben je geweest. Dan kan je dan uitleggen, nou, ik ben in een studio geweest en ik heb ook een beetje over jou gesproken. Of zeg je nou, ze zal niet vragen. Ja, soms vraagt ze wel waar ik ben geweest. Ik kan haar dat wel uitleggen. Ja. Het is bij haar ook heel wisselend. Vanochtend hadden jullie het even over bewegen. Als je met mijn moeder gaat wandelen, wordt ze echt veel meer bloed gaat beter stromen. Ja. En dan kan je nog een redelijk goed gesprek met haar hebben. Dus ik zeg altijd tegen iedereen, als je met mijn moeder goed wil praten, ga met haar wandelen. Ja. Ze loopt met de rollator of zelfs gewoon in de rolstoel buiten zijn. Ja. Mooi. Dat heeft echt invloed. Ja. Misschien vanmiddag een mooie kans om dat inderdaad een wandeling te doen. Maar even tot slot, Marina, als mensen zeggen, oké, hoe komt daar denk ik een case manager bij iemand terecht waarvan je weet, hier is dementie? Nou, wij kunnen eigenlijk al, wij worden via de huisartsen ingezet. Hmm. Maar wij kunnen ook in een heel vroeg stadium al ingezet worden. Dat heeft eigenlijk ook de voorkeur, want dan kun je het hele traject mee begeleiden. Ja. Ik kan ingezet worden vanaf het niet-pluisgevoel, noemen ze dat. Dus als je al het idee hebt van er speelt cognitief iets, dan kan bij de huisarts al gevraagd worden van zou een case manager een keer op huisbezoek kunnen komen, een keertje kunnen meekijken. En dan begeleid ik eigenlijk het hele traject mee tot aan overlijden of dat iemand opgenomen wordt. Ja. En hoe eerder, hoe beter daarin? Hoe beter. Want hoe beter je iemand leert kennen, hoe beter dat je ook kunt aansluiten bij zijn wensen, bij zijn verwachtingen. Ja. Dat klopt. Dank jullie wel voor dit moment. Het moet ook allemaal heel erg